Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 6 november. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben overbelicht. Ja, dat klopt. Ik zit even weer met de zon te klieren, want het is toch weer een beetje zonnig. Mocht je geluiden op de achtergrond horen, ze zijn hier ook aan het straten. Dus je hoort af en toe een beetje zo'n trilgeluid. Ik was al vroeg op pad, want ik had vanochtend om 10 uur weer testen. Dat was nu de laatste keer, dus dat was wel fijn. Het is best wel intensief, want je hebt 2 uur lang testen en je moet verschillende testjes doen. En ik heb tussendoor wel even pauze en dan ga ik meestal eventjes roken buiten. En nou ja, dan ga je daarna verder met je testen en dan ben ik om 12 uur om en erbij klaar. De laatste keer was het een keer wat vroeger, nu was het geloof ik echt net 12 uur. Maar het was nu ook, de vorige keer was het met 2 mensen en dan kan de eentje, die noteert echt alles. Die andere schrijft ook dingen op, maar die andere noteert echt alles wat je zegt, want ze schrijven alles letterlijk op wat je zegt. En nu was diegene alleen, dus dan duurt het allemaal even iets langer. Ik heb ook al boodschappen gedaan, die zal ik zo even laten zien. Ik heb net even een vlogje gekeken, ik ben nog even op de bank gedoken toen ik thuis was, want ik was wel een beetje moe. Ik had heel erg koud, want het was buiten gewoon super koud ook nu. Maar goed, ik ben weer lekker thuis. En ik ga zo meteen even aan de schoonmaken. En daarna gaan we aan de vlog. Want daar heb ik gisteren nog niks aan gedaan. Want dat ging hem niet worden. Want gisteravond had je Ajax. Wat ook zo'n spannende wedstrijd was. Ik keek op 2 schermen. Want ik keek ook Paleis voor een prikkie. En ik had, wat had ik nog meer gekeken? Oh ja, een huis vol kinderen, geloof ik. Ja, ik weet nooit helemaal goed. Een huis vol. Nou, het is een programma op SBS6 waarin kinderen denken dat ze wel op zichzelf kunnen. Bij een 10, 11-jarige, soms zijn ze iets jonger. Vorige week waren het 7, 8-jarige of 8, 9-jarige. De leeftijden zijn heel verschillend, maar daar heb ik al wel vaker wat over verteld. Ik vond Paleis voor een prikkie ook heel leuk. Ik las wel dat er best wel veel mensen niet helemaal eens waren met de casting van, het gezin dit keer. Moet ik zeggen, dat heb ik ook wel vaker gelezen bij Steenrijkstraatarm. Dat mensen toch dat er toch bekenden zijn van die mensen. En dan toch hun boekje open doen van ja, maar zo zit het eigenlijk niet. Ja, ik heb daar verder eigenlijk geen mening over. Hè. Ik zie het. Ik weet het verder niet. Je kijkt niet in het leven van die mensen. Je kent die mensen niet. Ja, weet je, het is gewoon leuk dat ze voor eigenlijk, als je gewoon weinig geld hebt, dat je gewoon een heel nieuw interieur krijgt. En ze kunnen dat ook heel erg goed. Alleen is altijd wel opvallend dat ze precies vinden wat ze zoeken. En ze kunnen altijd afdingen bij de kringloop. Nou, ik denk dat als wij zonder cameraploeg, hè, eventjes normale mensen, ik bedoel, hun zijn natuurlijk ook wel wat bekender. Als wij binnen zouden komen bij een kringloop, dat afdingen er niet echt in zitten. Omdat een kringloop over het algemeen niet heel duur is. Nou lees ik ook wel verhalen dat mensen zeggen, ja, maar ik vind de kringloop nog heel duur. Weet ik niet, ik kom nooit bij een kringloop. Maar ik vond het wel leuk. Goed, ik zal jullie even op het statief zetten. Dan zal ik even de boodschapjes pakken. Ga ik dat dingetje weer opdraaien. En dan ga ik daarna de schoonmaak. Oh, er wordt even weer een dingetje. Ik moest zo nodig naar de wc. Want die liep ik in de supermarkt. En ik dacht, oh, als ik thuis ga, moet ik als eerste naar de wc. Want dan heb ik 2 kopjes cappuccino op. En dat vindt mijn blaas niet zo heel erg leuk. Ik heb dit ding open te draaien. Ik weet nooit waar je heen moet. Kijk, daar gaan we weer. Hoor je dat geluid? Ik hoop dat jullie mij nog horen. Goed, ik zal even de tas pakken. Bij Trekpleister even kuppensoep gehaald. Die zag ik nu weer in de aanbieding. Die zijn al 2 euro voor 8 pakjes. En dat heb ik graag op voorraad. Want ik vind het best wel lekker om op z'n tijd een kuppensoepje te nemen. Ik heb bij Lidl spinazie gehaald. Die was in de aanbieding. En dat heb ik ook al een tijdje niet op. Maar ik vind over het algemeen spinazie best wel duur, zeg maar. Ondanks dat ik altijd zeg, ik bespaar niet op eten. Ik kijk wel een beetje van wat is er in de aanbieding. Wat lust ik. Spinazie lust ik. En die was nu dus in de aanbieding. Ik moet even een beetje wisselend. Ik heb ook even een pak hulzen gehaald. Ja, als roker zijnde heb ik dat soort dingen graag op voorraad. Ja, als je niet rookt heb je hier niks mee. Maar dat maakt niet uit. Zak kattenvoer. Toiletpapier, dat is ook zoiets. Had ik mijn toiletpapier weer aangevuld op de wc. Dit zijn van die dingen. Ik wil daar gewoon niet zonder komen te zitten.
Helemaal omdat ik natuurlijk afhankelijk ben van iemand met de boodschap. Dus ik heb dat slim graag voorraad. Ik heb schnitzels gehaald. Dan heb ik 2 pakken slaapwinken gehaald. Dus we hadden nu 2 pakken voor 4 euro. En ik was eigenlijk heel erg blij dat het nu op voorraad was. Want ik heb wel vaker dat ze bij Lidl de slaapwinken in de aanbieding hebben. En dat het eigenlijk dan al uitverkocht is. Omdat het natuurlijk best wel goedkoop is. Het scheelt je toch weer een paar... Ja, het scheelt je geen euro's, maar toch wel weer een aantal centen. Pak zaagsel. Een zakje patat. Even een kleine zak, want een grote zak past momenteel even niet in de vriezer, omdat ik nog een zak heb liggen. Maar ja, ik ga van het weekend toch wel weer wat meer frietjes eten. Dan wil ik het op voorraad. Dan wil ik het hebben. Ik heb even chocomel gehaald. Oh jongens, ik heb echt een heel pijnlijk bultje hier zo. Kijk, je kunt hem hier zien. Hij jeukt heel erg, maar als ik dus dingen vastgrijp, doet hij ook een beetje zeer. Ik heb het idee dat er wat in zit, maar ik durf hem niet open te maken. Maar ik weet niet wat het is. Goed, we dwaalden even af. Ik heb even een shootje. Want ik ga nu morgen ook koken, want ik zat heel erg te twijfelen wat ga ik eten. Maar ik had die snijbootjes in de vriezer gedaan, dus dan ga ik die morgen eten. Kattenvoer, het zachte voer. Uiteraard mijn boontjes. En ik had snoepjes gehaald. Die waren nu bij de Plus in de aanbieding omdat Sint Maarten eraan komt. En ik heb potje lollies gehaald. Die waren nu een eurotje. Dit zijn een beetje die lollies hier. Ja, ze hadden verschillende. Je had ook altijd alleen fruit. En hier zit dan cola, aardbei, appel. En dit is volgens mij omhulde aardbei of zo. Met yoghurt of zo. Maar dat vond ik altijd wel heel erg lekker. Dus ik dacht nou... Een keertje en dummy doosjes. Dat Nathalie van de week ook al gehaald. Ja, en hier zitten gewoon herinneringen aan. En ik vond dummies gewoon heel erg lekker. Dat waren de boodschappen. Ja, ik had ook nog een broodje, maar die is al op. Ik ga eventjes water pakken. Ik ga een muziekje aanknallen. En dan gaan we eens even lekker aan de schoonmaak. Want dat gaat ook gebeuren. Ik ga eens even dit opruimen. Want er zit hier eentje aan de zak spinazie te likken. Ja, hij is fijn. Opruimen en aan de schoonmaak. Zo, schoonmaak is klaar. Ik ben even de laptop aan het inloggen, want ik zit klaar om te gaan editen. Ik heb alleen een probleempje met mijn stofzuiger. De volle zuigkracht die pakt hij niet. Ik merk al een tijdje bij mijn slangen zelf, dat is de Mickey, dat het allemaal niet helemaal lekker gaat. De kleine kattenritjes die ik dan opzuig, dat doe ik vaak gewoon even los, want dat lukt met de borstel lukt dat niet. Dat doe ik al met het zuigmondje, maar op een of andere manier gaat het niet helemaal lekker. Ze gaan er net zo hard weer uit. Of die een beetje verstopt zit, ik weet het niet. Ik leeg hem even regelmatig. Ik moet vanavond even gaan googelen hoe ik hem het beste een beetje kan legen. Want, of hoe dat allemaal een beetje werkt, zeg maar. Want ik krijg het op een of andere manier niet voor elkaar. En dat is gewoon een beetje vervelend. Want hij mist nu de zuigkracht. En waarom ben ik niet scherp? Het is wat later en de vlog is zo goed als af. Ik moet hem alleen nog even verder afkijken. Maar dat zijn de laatste beelden. Hij zit verder in elkaar. Dus dan is het alleen nog renderen en exporteren. Dus ik hoop dat het goed gaat. Hoe lang keer? Ik geloof 1,5 uur. Dan was hij af. Dus het wordt wel weer een iets langere vlog. Want er zijn toch wat meer beelden. Maar ja, dat heb je soms. Ik vind het wel een lekker idee. Of ik hem vanavond alleen nog eventjes dat verder af te kijken, te renderen, te editen. Of te editen, dat heb ik net gedaan. Te saven, te exporteren. En dan is die klaar en kan die morgen weer gewoon online. Dus hopelijk gaat het goed. Verder ga ik nu nog even lekker chillen. Want ik ben even een beetje gaar vanaf de computer hangen. Ik heb het nu ook weer wat frisser gekregen. Dit is, ja... Kijk, nu is mijn licht ook weer beter. Hè? Want nu zie je gewoon dat de zon weg is. Ik heb het reetje lekker op de kattenbak te graven. Taartje had er eten weer slecht op. Ik weet niet wat dat is soms met die katten hoor.
Ze zit de hele tijd met jou om eten, eten, eten. Dan heeft ze eten en dan gaat ze niet eten. Nou ja. Ik denk dat ik mijn nagellak eraf ga halen. Ik weet het niet helemaal zeker, maar het ziet er echt niet meer uit. Deze nagels vooral. Ik twijfel nog een beetje. Nog even over nadenken. Vanavond kijk ik het perfecte plaatje. En ik kijk Verslaafd even. En sowieso nog een aflevering Rex. En Netflix moet ik nog steeds even kijken. Ik dacht dat ik een leuke serie had gevonden. Maar nu kan ik hem niet meer vinden hoe die heet. Dus daar moet ik even naar kijken. Ik ga nu in ieder geval nog eventjes lekker relaxen. En dan zie ik jullie morgen gewoon weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 7 november. Ik ben klaargemaakt. Het is heel fris nu. Ik zal eens even kijken hoeveel graden het is. Hoeveel graden is het buiten? 9 graden. Ja, het regent ook. Dus dat maakt het ook al wel frisser. Ik lag ook op bed en ik hoorde de regen. Dus dat vind ik altijd wel gezellig. Maar ja, vind ik wel een lekker geluid. Maar dat betekent wel dat het nu weer goed fris is. Ik doe straks lekker de verwarming aan. Ik sta een beetje te twijfelen. Ik moet eigenlijk de bovenverdieping weer even goed doen. Maar ik twijfel of ik er zin in heb. En eigenlijk zou ik het gewoon moeten doen. Want ik weet gewoon dat als ik het doe, ik gewoon ook weer... Ja, het ook wel weer een lekker gevoel vindt. En er ligt nu weer zoveel stof dat het gewoon eigenlijk echt even nodig is. Maar de zin om het te gaan doen is er gewoon nog niet echt. Omdat het dus zo koud is. En boven is het helemaal koud. Maar ja, dan ga ik ik denk dat ik het wel gewoon even ga doen. Gisteravond... Wat heb ik gedaan? TV gekeken. Ik heb het perfecte plaatje gekeken. Daarna wilde ik Verslaafd kijken. Dat had ik dinsdag opgenomen. Alleen dat was een herhaling. En het zou zijn, hoe is het nu met? Maar je kreeg dus eerst de hele aflevering. En dan aan het einde, de laatste paar minuten, was het hoe gaat het nu met die persoon. Dus ik heb die hele aflevering heb ik lekker doorgespoeld. En ik heb alleen even die laatste minuutjes gekeken van hoe is het nu met. Want ik hoef die aflevering niet nog een keer te zien. Want ik wist het nog gewoon. En toen heb ik daarna de sleutel maar gekeken, want ik denk, ja, ik ga nu niet hiernaar kijken als ik het al heb gezien. Dus dat heb ik dan even gedaan. En even mijn eigen series, alleen mijn Netflix-serie, ik ben er nog steeds niet uit. Mocht je nog goede tips voor mij hebben, laat het me weten. Ik had het ook aan Nathalie gevraagd en die had zoiets van, nou, ik weet eigenlijk even niks voor jou. Maar ja, het is gewoon een beetje lastig. Ik kreeg net trouwens ook nog weer een reactie of het niet werkte. En dat vind ik nu dan wel fijn dat ik kan verwijzen naar de vlog van vorige week. Hé, hey, jongens! De katten hebben even een wild momentje. Dat ik kan zeggen van, joh, ik heb het daarin uitgelegd. Ik ga eerst even mijn snijbootje uit de vriezer halen. Die ga ik vanavond eten. Het was weer zo lastig om eten te bedenken. Hé, hey, waarom is dit zo... Even kijken waar ik ze heb gestopt. Ik zet jullie even neer. Voor de meeste dagen weet ik het wel... En dan voor de donderdag en de vrijdag, dat vind ik altijd zo'n dingetje. En ik had eigenlijk gezien dat er ook van die lekkere lapjes in de aanbieding waren bij de Lidl. Maar ja, dat werd er niet, want die actie ging gisteren nog in. Vandaag. Ik was er gisteren. Die actie die ging pas vandaag in, dus dat werd hem sowieso niet. Ik ga hier in ieder geval even stofzuigen. Dan denk ik toch dat ik even naar boven ga. Misschien dat ik hier wat bij zet. Even kijken hoe en wat. Dan word ik in ieder geval zelf wat warmer. Is het boven wel weer even schoon. Mijn slinger laat ik steeds los. Want ik heb zo'n slinger met de naam van mijn blog gemaakt. Maar die komt dus nu steeds van de muur. Dus die moet ik ook weer even opnieuw bevestigen. Dat is eigenlijk komt die van de muur sinds dat het bureau er staat. Dat heeft daar niks mee te maken, want voorheen zat hij ook gewoon prima. Maar het kan natuurlijk ook een beetje komen door het weer, dat het nu weer wat kouder wordt, dat het plakband niet houdt. Ik heb geen andere mogelijkheid om het op te hangen, want ik krijg gewoon echt geen spijker in die muur, want die muur is echt knijterhard. Dus ik ga dat gewoon eventjes doen en dan denk ik dat ik jullie er straks gewoon even bij zit als ik boven toch even wat ga doen. Ik vind het altijd een beetje gedom dat ik alles mee moet slepen, maar ik denk dat het op zich niet een hele verkeerde instelling is om dat toch even te gaan doen. Aangezien het toch al wel weer snel stoffig en vies wordt. En is ook wel weer even geleden, een paar weken. Ik heb daar nog niet zo het ritme in als dat ik in mijn benedenverdieping heb, zeg maar. Ik doe nu net alsof ik een hele bovenverdieping heb. Maar ik bedoel eigenlijk gewoon die kamer, zeg maar. Er zit gewoon minder ritme in als mijn douche en mijn woonkamer en mijn slaapkamer. Ik weet niet, dat blijft nog een beetje dingetjes. Ik denk dat ik dat gewoon even ga doen.
met het probleem van de stofzuiger gevoel. Want ik had verteld dat hij niet zo goed zoog. Nou, wat lag het nou aan? Ik heb hier op de stofzuiger een dingetje zitten. En die stond open. Dus die stond dus zo. Dus vandaar dat hij weinig zuigkracht had. Dus toen deed ik hem dicht en nu gaat hij weer als een malle. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb mijn bank even helemaal goed afgezogen. Ik heb daarvoor deze borstel gebruikt. Ik heb alle stofjes bij elkaar. Toen kon ik het zo opvegen. Dus dat was ook top. Even wat drinken. En dan ga ik me naar boven begeven om daar even de boel te doen. Ja, ik ga het gewoon even doen. Geeft ook wel weer een fijn gevoel als het klaar is. Inmiddels zijn de katjes aan het eten en ik heb boven geprobeerd wel te vloggen, maar het was weer heel erg drama met het licht, omdat het best wel een donkere dag is. Ik zit hier ook al gewoon met de lamp aan, nou het is nog niet eens 4:30, maar het is gewoon te donker. Even een kleine mededeling over de vlog. Er zitten zwarte randen in. Ik kon dit helaas niet meer wegkrijgen. Hij heeft er 2 uur over gedaan om te zeven. Nou, ik denk, en het ging eerst weer een paar keer mis. Het ging weer helemaal niet van een leien dakje. Ik dacht, jee, nee, gaan we weer. Dan heb ik al een beetje de P erin. Maar ja, goed, doorgegaan. Uiteindelijk was hij dus wel klaar, maar er zaten dus wel zwarte randen om. Dus ik ga het de volgende keer gewoon weer proberen anders te doen. En ik denk dat het een beetje mijn eigen schuld is. Want ik heb op een gegeven moment eigenlijk nog iets aangepast. Dat ik na te veel had ingezoomd bij het beeld, zeg maar, waar zij in shock was. Ik denk dat dat niet helemaal goed is gegaan. Maar de volgende keer hoop ik weer dat hij in full frame is. Dus zonder zwarte randen. Bovenverdieping is klaar. Voelt heel fijn. Ja, ik heb dus niet heel veel kunnen vloggen, zoals ik zei, vanwege het licht. Ik dacht nog even, als ik beneden kom, dan ga ik nog even een wasje wegvouwen. Maar het was al kattenetenstijd en ik had hem ook even wel zitten. Ik heb last van mijn knie en mijn rug. Dus ik was het ook wel zat. Dus ik denk, nou weet je, dat kunnen we morgen ook wel weer doen. Want ik moet morgen eigenlijk alleen een video opnemen, verder niet zoveel. Vanavond ga ik wel even mijn kaartje legen. Ik moet foto's bewerken, dat zijn er heel veel, want het is een collectie. Ik kijk vanavond de handhavers. En meester Frank Visser rijdt visite. DNA was dan afgelopen zoals ik had verteld. En nu heb je de handhavers. Dat vond ik ook altijd wel interessant. En dat kwam voorheen op zondag. Dus dat vind ik altijd wel mooie programma's. Ja, en Rex. En dan gaan we nog eventjes op zoek naar een andere Netflix serie. Want ik ben een beetje inspiratieloos. Van wat vind ik leuk. Maar goed, dat gaan we later doen. Ik ga straks even lekker koken. Ik heb mijn snijbonen eruit, zoals jullie hadden kunnen zien. Ik ga nu even nog lekker chillen. Ik heb ook niet heel veel filmminuten meer. En dan ga ik jullie morgen gewoon weer zien. Want nu is het toch verder niks meer vlogbaar, omdat het al zo donker wordt. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 8 november. Ik ben klaargemaakt. En ik zit weer een beetje met de zon, want het is weer heel zonnig. En ja, dat wordt zo meteen een dingetje, want ik moet een video opnemen voor morgen. En ik moet even stofzuigen doen. Daarna dat ik even wat aan de was ga doen, want dat is ook wel nodig. Ik moet eigenlijk ook weer even een wasje draaien. Maar dan moet ik even kijken wat hier hopelijk alles van droog is. Gisteravond heb ik de handhavers gekeken. Vond ik best wel heftig, sommige dingen. En ik heb meester Frank Visser gekeken. En ik heb besloten dat ik misschien maar in Glee ga. Glee gaat beginnen. Ik heb dat eigenlijk nooit gevolgd, maar volgens mij staat het op Netflix. Dus ik dacht, misschien is dat wel leuk om te gaan kijken, aangezien ik zo inspiratieloos ben. En ja, Jane the Virgin seizoen 5 denk ik nog even op zich laat wachten. Dus, en een afleveringetje Rex gezien. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn avond. En ik had foto's bewerkt en dat was best wel veel werk. Daar ben ik al 2 uur mee bezig geweest. Dus dat heb ik ook nog even gedaan.
Nou, nu ga ik eerst even stofzuigen en eventjes zorgen dat het hier weer wat frisser ruikt. Ik had ook even de vuilniszak naar buiten gedaan, dus dan moet ik even dweilen, want die had wat gelekt. Ik ben nog steeds op zoek naar een andere prullenbak, maar ik weet niet zo goed waar ik moet gaan kijken. Want ik was van de week met Nathalie eventjes wezen kijken hier in het centrum, maar er zat niet echt iets erbij. En ik vond ze ook nog best wel duur, dus daar moet ik even naar kijken. Jullie hebben vast heel veel last van de zon. Ik ga even kijken hoe ik dat zo kan fixen, dat ik een beetje goed licht heb. Ik wil eigenlijk ook nog even een wasje draaien, maar die kan ik pas aanzetten zodra ik de video heb opgenomen. Dat is gewoon heel erg irritant als er, zeg maar, het geluid van de wasmachine op de achtergrond is. Ik ga nu eerst even stofzuigen en dan ga ik eerst een video opnemen. Zo, video staat erop. Ik ben een beetje aan het clearen met het licht. Ik zal hem zo weer even wat lichter zetten. Ik ruim even de spullen op. Dan ga ik eerst even wat drinken en dan ga ik even een wasje aandoen en dit even opruimen. Dan ga ik even de was een beetje sorteren, zodat ik even een andere kan aanzetten. Het ging eigenlijk best wel vlot om dit opnemen, dus dat was wel prettig. Dus dat wordt vanavond even editen. Goed, ik ga dit eventjes verder wegzetten en ik denk dat ik zo even met de was aan de gang ga, dat ik jullie daar even bij ga zetten. Ik heb alles wel gedaan wat ik wilde doen. De katjes zijn nu aan het eten. Mijn was die ligt weer boven in de kast en de nieuwe draait. Het past niet eens allemaal in één wasbeurt. Want de machine zat vol en ik had ook alweer beddengoed erbij. Dus op zich wel logisch. Dus die moet in twee keer. Maar ja, omdat het een beetje drama was met drogen. Dit heeft er gewoon bijna een anderhalve week over gehad om te drogen. Maar het was nu wel allemaal zo goed als droog. Dus ik heb het nu lekker allemaal weer in de kast hangen. En dan kan straks de nieuwe was, als die klaar is, weer erop. Maar ja, het blijft gewoon een dingetje. Ik denk niet dat ik ooit een lege wasstroom krijg. Ik heb daarvoor te veel was. En ik zit gewoon heel erg met de ruimte om te drogen. Hoor ik sommige mensen zeggen, ik heb drie wassen weggewassen. En dan denk ik van, waar laat je het mee? Ja, misschien hebben die een wat groter huis, meer droogruimte, een droger. Weet ik niet. Ik ga nu nog even lekker chillen als de katjes zijn uitgegeten. Ik ben nu best wel moe. Toch weer veel energie, paardje naar boven lopen, hè, alles weer in de kast. Video opgenomen, dus op zich was het productief geweest. Vanavond kijk ik Flikker Rotterdam. En voor de rest denk ik even wat dingen terugkijken die ik heb opgenomen, want voor de rest is er niet zo heel veel. En dan ga ik even kijken of Glee online staat. Want ik weet niet of het er nog op staat, maar dat is even de vraag. Dus ik ga jullie dan morgen ook gewoon weer zien, want ik moet vanavond ook nog een artikel schrijven. Ik moet de video nog in elkaar zetten, dus ik ben nog best wel even druk. En ik ben nu gewoon een beetje moe, dus ik moet nu gewoon even lekker gaan zitten. Ik ga zo de verwarming wat aan doen, ik heb het fris en dan zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag, het is 9 november. Ik ben klaargemaakt, het is echt heel donker buiten, het is binnen ook heel donker. Jullie zien het gelukkig niet, want ik heb mijn belichting even aangepast. Want je ziet echt bijna geen hand voor ogen. Het is hier binnen zo donker. Ik weet ook eigenlijk niet of hier regen voorspeld is. Want ik las dus net ook al dat bepaalde mensen al regen hebben. Ik ga even kijken. Ja, rond 5 uur is er regen voorspeld. Zit mijn horloge nou weer te trillen? Oh, mijn activiteit. Ik doe weer te weinig volgens mijn horloge. Ik ga zo even stofzuigen. Dan ga ik daarna even mijn kwasten wassen. Het kriebelt weer heel erg om mijn nagels te gaan verlengen. Want mijn nagels, dit is op dit moment de situatie. Deze is heel lang en deze. En die andere zijn vrij kort. Met deze hand is alles eigenlijk vrij kort. Op deze na en deze is vrij lang. Maar de rest is allemaal vrij kort. Maar ik heb toch besloten om het nu toch nog maar even niet te doen. Want ik moet er even heel goed de tijd voor nemen. En dan moet ik eigenlijk gewoon een middagje pakken dat ik niet zo heel veel te doen heb. Dus, ondanks dat het wel heel erg kriebelt, ga ik het toch nog even uitstellen.
Maar ik merk bijvoorbeeld met lakken dat ik heel veel putjes in mijn nagels heb. Ondanks dat ik een base coat gebruik, heb ik best wel veel last van ja, putjes dat mijn nagels, dat het allemaal niet heel mooi gaat. En dat is vooral bij deze hand. En dat komt omdat ik deze nagels toen verloren ben. Deze twee. En dat merk ik eigenlijk nog steeds wel, ondanks dat ze wel weer groeien, maar ze groeien ook wat dikker. Ja, dat merk ik toch wel. Ik denk ook dat ik vandaag trouwens vroeg de lampjes aan kan doen. Eventjes een... Dat klonk heel raar dat ik ineens van mijn nagels naar de lampjes ging. Gisteravond heb ik Flikker Rotterdam gekeken. Dat vond ik echt super spannend. Het was echt een steengoede aflevering. En ik heb nog een ander programma teruggekeken. Dat had ik donderdagavond opgenomen. Dat is met Jamai. Mensen die worden verrast. Of die worden dus op een... Of andere mensen willen iemand wat duidelijk maken. Bijvoorbeeld dat ze... Het was nu een aflevering. Daar zat Kim Kutter in. En haar man, Jaap Reesema, die heeft dus dat programma gevraagd om haar een beetje eigenlijk in het ootje te nemen. Om het maar even zo te zeggen. Zij had dus echt... haar auto zat vol troep. Toen hebben ze haar auto weggesleept. En toen moest ze die gaan ophalen bij een depot. En toen hadden hun het zo gedaan. Ze hadden alle troep uit haar auto verzameld. Inclusief afval. En voor elk dingetje moest zij een handtekening zetten. Toen uiteindelijk kwam Jamai en haar man er ook bij. Van is de boodschap duidelijk? Geen troep meer in je auto. Nou, en het kan ook zijn bijvoorbeeld dat kinderen hun kamer niet willen opruimen. Dat was vorige week. Dan worden die mensen dan gaan ze een hele actiecomité opzetten. Omdat die kinderen hun kamer gaan opruimen. Maar het kan ook een huwelijksaanzoek zijn, zoals afgelopen week. Dus op zich wel een leuk programma. Je moet even inkomen. Het was wel lekker. Ik kwam op en de verwarming was warm. Ik had hem wel gewoon weer naar 18 gedraaid. En hij staat ook nog steeds op 18. Maar het was hier wel lekker warm. De verwarming was lekker aan, dus dat was fijn. Ik ga even stofzuigen, dan ga ik mijn kwasten schoonmaken. Ik denk dat ik daarna eventjes een verhaaltje wil schrijven voor mijn mus. Maar ja, ik baal momenteel gewoon heel erg dat ik boven niks kan doen aan mijn bullet journal, omdat het gewoon te koud is. Dus dat vind ik gewoon echt zwaar vervelend. Ik wou iets anders zeggen, maar laten we dat maar niet doen. Dus ja, daar baal ik best wel van. Maar ja, ik denk dat het gewoon nu even niet anders is. En dat ik eventjes de situatie moet nemen hoe of dat hier nu is. Maar ik vind het wel heel erg jammer. Maar goed, we hopen dat het beter gaat. Het is, ja, ik heb boven geen verwarming. En ik zat dus te denken aan zo'n warmteventilatortje. Maar Nathalie zei dat kost echt zoveel stroom. Dus dat ga ik ook maar niet doen. Dus ja, we moeten even kijken hoe en wat. Ik ga nu slaan. Klamme hand, want hij doet ook een beetje zeer. Hij voelt koud aan. Dus ik ga hem even stofzuigen en ga ik daarna eerst even de kwasten wassen. Oké, ik heb toch mijn plannen gewijzigd. Ik ga toch proberen om mijn nagels te verlengen. Want het kriebelt toch wel heel erg. Dan ga ik maandag lekker in mijn bullet journal. Want ik heb maandag verder toch niks te doen. Ik heb alles even opgebouwd. Dus ik ga daar nu aan beginnen. Thank you.
Zo, ik film even mijn telefoon, want mijn camerakaartje is vol. Mijn nagels zijn gelukt. Dit is het eindresultaat geworden. Ik ben er heel erg blij mee. Andere hand ziet er zo uit. Dus ja, deze is niet helemaal jovel alleen. Hoe ga ik dit laten zien? Die. Dus die moet ik straks nog even onder de lamp doen. Maar ik ga nu eerst even chillen. En dan ja, ga ik straks even die nog eventjes fixen. Ik ga nu verder niks meer doen. Ik ga nog even lekker op de bank hangen. Vanavond ga ik ze een kleurtje geven. Het voelt heel natuurlijk aan, moet ik zeggen. En ik ga vanavond Paul de Leeuw kijken. En ik denk Weekend Millionaires. En ik ben met Glee begonnen. En dat vond ik wel heel leuk. Ze gaan aflevering Glee kijken en nog Rex. Dus ik ga jullie dan morgen gewoon weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Maar ik ben wel heel blij met mijn nageltjes. Yes. Zie, met een beetje doorzettingsvermogen ga ik het toch kunnen. Dus ja, ik zou bij deze gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 10 november en ik zit op de bank met de muis. De muis die wil bij me. Ik zal even zo gaan zitten, muis. Dan kan je gaan zitten. Wil je? Muis heeft altijd maar één houding. Het licht is niet zo lekker nu trouwens, want het is heel erg zonnig. En ik had hem net een beetje te fel staan, dan was ik heel erg overbelicht. Oh. Mag ik praten, muis? Mensen zien me niet zo. Jij zit ervoor. Nou, niet nou. Ik had een puistje. Nou, die komt elke keer terug hier op mijn kin. Je ziet hem wel, denk ik. Nou ja, nu zit mijn huis er een beetje voor. En die komt elke keer komt die terug. Soms verdwijnt hij ook. Laat even gaan zitten, want zo kunnen we niet in de camera kijken. Oh, je hebt je plekje gevonden. Helemaal goed. Soms dan verdwijnt hij spontaan, maar soms komt hij ook net zo hard weer terug. Nou, nu was hij dus alweer een tijdje terug. Alleen, ik had een beetje de hoop opgegeven dat ik hem uit kon drukken. Omdat hij elke keer eigenlijk niet rijp werd. Omdat hij ook elke keer weer verdween. Maar nu kon ik hem uitdrukken en dat voelt wel fijn. Omdat ik nu weet dat hij gewoon gaat slinken. Dat bultje nu ziet hij natuurlijk extra rood eruit omdat ik er net aangezeten heb. Er kwam behoorlijk wat troep uit. Ja, waarom deel ik dit met jullie? Ja, omdat het bij mijn leven hoort. Ik had echt gehoopt na een bepaalde leeftijd de puistjes stoppen. Maar nee, ik heb nog steeds last van puistjes. En ja, ik had gehoopt dat het zou stoppen. Ik heb met mijn kaarsje even gelegen. Want die was vol, was ik gisteravond vergeten. Gisteravond heb ik de show van Paul de Leeuw gekeken. En wat, oh ja, Weekend Millionaires. Ik moet niezen. Hij wil niet. Nu ga ik gelijk tranenogen. Dus dat heb ik gekeken en voor de rest, oh, je gaat er weer van tussen, je hebt het ook niet handig of zo. Heb ik even wat dingen op de laptop gedaan, ik heb even wat boeken op mijn e-reader gegooid, wat muziek op mijn iPod. Ik ben niet tevreden over het licht, maar ik vind het nu zo lastig om te vloggen voor jullie met dit licht. Dus dat heb ik gedaan en voor de rest heb ik weer een aflevering van Glee gekeken en Rex. En dat was het ook eigenlijk wel. Oh, ik voel het wel heel erg onprettig. Je moet er van afblijven en dat vind ik juist een dingetje. Zometeen even foto's maken. Eerst even stofzuigen. Ik heb net de laptop weer even weggezet. Die was bijna leeg. Dus die moet ik straks ook echt eventjes opladen. Maar die heb ik vanavond sowieso weer nodig met het bewerken van de foto's. Nou, dat is weg. Dus dat ga ik sowieso even doen. Misschien dat ik jullie er wel even bij zet met foto's maken. Moet ik even kijken. Want verder is eigenlijk op zondag vlog het nooit zo. Ik voel me op zondag ook nooit zo heel florisant. Kijk, zoals ik dan. Kijk, ik doe het wel, maar ik ben Koos make-uploos. En dat klonk heel raar, want ik leg de klemtoon anders. Maar dan voel ik me toch. Ik weet niet. Ik voel me met make-up altijd toch meer op mijn gemak. Alleen, ja, ik vlog wel gewoon zonder make-up. Want op zondag hoort dat er gewoon bij. Op zondag draag ik eigenlijk nooit make-up. Tenzij ik de deur uit moet. Of dat ik ergens heen moet. Dan doe ik make-up op. Of dat ik zelf visite krijg, bijvoorbeeld. Maar ja, dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Dus vandaar dat ik op zondag eigenlijk gewoon altijd. Neutraal ben. En op zich is het ook niet erg om een dag zeg maar geen make-up te dragen. Maar omdat ik het natuurlijk best wel gewend ben. En normaal als ik dus dit soort oneffenheden heb zoals een puistje. Dan kan ik het weghalen. Maar
of weghalen, kan ik dat verbloemen met make-up. Maar ja, omdat ik nu geen make-up draag, wordt dat ook sowieso lastig. Nu zie je het heel erg. Nu ga ik er zelf heel erg op letten. Maar ik ga vanavond mijn douche gewoon even weer goed scrubben. Waarom stel ik niet meer scherp? En ook gewoon eventjes goed mijn gezicht wassen. Maar ik vraag me dan ook af, zeg maar, als ik zo'n puistje heb en er komt zoveel troep uit, zou het ook komen van de make-up? Maar dat weet ik niet. Dat zou ik eigenlijk weer op moeten zoeken. Maar op een of andere manier doe ik dat dan toch weer niet. En dan, nou ja, vind ik het ook wel gauw weer prima. Ik ga even de stofzuiger erheen trekken. Dan ga ik even wat spullen uitkiezen om te fotograferen. Dan ga ik dat even doen. Ja, voor de rest wordt het eigenlijk gewoon een beetje een rustig dagje. Ajax heeft al gespeeld. Dat vond ik een beetje jammer. Die moest om 11:15. Vind ik niet echt een lekkere tijd. Dus ik kijk vanavond wel even Studio Sport, want ik heb het niet gezien. Want ik vond het een beetje te vroeg. Ik lag nog in bed. Dus ik ga even stofzuigen en dan ga ik even spullen pakken. Foto's zijn klaar. Ik moet de laatste spullen nog even opruimen. Maar die lampen moeten even afkoelen. Katjes hebben net gegeten. Ik heb even lekker onder een kleedje gezeten en YouTube gekeken. Ik deed net nogal een bijzondere ontdekking. Want als je heel goed kijkt, zie je hier twee gaatjes in mijn hoesje zitten. Dat betekent dat hier gewoon een koordje aan kan. Nou heb ik dus nog zo'n koordje liggen. En ik dacht elke keer, ja, ik kan helemaal dat koordje niet bevestigen. Maar hier zitten dus gewoon twee gaatjes aan. Waardoor je een koordje kan bevestigen. Dus hoe super chill is dat? Je zou hem dus gewoon om je nek kunnen doen. Of je kunt hem in ieder geval makkelijker vinden. Want er zit hier verder niks. Achter dat koordje. Of achter die gaatjes niet. Het heeft verder geen functie. Dus ik denk dat er gewoon een koordje aan kan. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker chillen. Ik heb het koud. Een beetje moe. Dus vanavond kijk ik Alberto Stegeman. En voor de rest weet ik het nog niet. Ik zal eens even kijken wat er op Nederland 3 komt. Want ik keek dus de serie Stanley H. En die was vorige week ook voor het laatst. Even kijken hoor, in de gids. Keizersvrouwen, wat is dat? Kan ik opnemen? Kan ik eens kijken of ik het wat vind? Voor de rest is er toch weinig. Dus ja, ik denk dat ik dat ga doen. Ik ga even foto's bewerken, aflevering Klee en Rex. En dat is het dan ook wel weer. Dus verder niet een heel bijzondere avond, maar gewoon lekker chill. Ik ga jullie dan gewoon ook morgen weer zien. Want ik ga nu even lekker chillen en warm worden. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 11 november. Ik ben klaargemaakt. Het is vandaag officieel Sint Maarten. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb daar niet zo heel veel mee. Waar ik vandaan kom is het ook niet echt zo bekend. Het schijnt dat het hier wat bekender is. Daar ben ik weer toeval achter gekomen. Vorige week had je bij de Plus alle snoepjes voor een euro. Of alle heel veel snoepjes. En toen stond Nathalie eigenlijk toevallig in die bak te kijken naar de dummy doosjes. En toen stond er een mevrouw en die begon eigenlijk uit zichzelf van, nou, dan heb ik hier geen snoep in huis voor Sint Maarten. Toen vroeg ik eigenlijk ook zo van, nou, speelt dat hier zo? Want ja, omdat wij het eigenlijk niet echt kennen. En toen zei ze ook wel van, het ligt er wel aan waar je woont, maar bepaalde delen komen dus wel, is het wel echt bekend. Maar ja, voor mij is het niet zo heel onbekend. Ik heb er wel over onbekend, ik heb er ook niet zo heel veel mee. Was het wel bekend geweest, had ik er waarschijnlijk nooit aan meegedaan. Ik ben niet iemand die graag langs de deuren leurt. Dat was ik als kind al niet. Wij hadden dat
Vroeger had je wel eens van die acties op school, zeg maar, dat je dingen moest verkopen of zo. Ik vond dat vreselijk. En dan hingen ze er ook nog een soort van prijs aan voor degene die het meeste verkocht. Die kreeg dan nog een, ja, die kreeg een prijs of zo. Nou, het was voor mij niet extra motiverend om extra nog meer mijn best te gaan doen, want ik hield er gewoon niet van. Kijk, en eigenlijk was het sloeg het ook helemaal nergens op, hè? Want eigenlijk zeg ik altijd, brutale mensen hebben de halve wereld. Als je een grote familie had, dan had je geluk. Maar die hadden wij ook niet. Maar het, nee, dat is nooit echt mijn ding geweest. Ik ben wel een beetje verkouden weer. Ja, meer een beetje snotterig. De echte verkoudheid zet niet echt door. Aan de ene kant gelukkig. Aan de andere kant denk ik, misschien raak ik dan wel van dat snotterige af. Want ik zit nu heel vaak mijn neus op te halen. Dat vind ik heel erg vies. Hou ik zelf ook totaal niet van. Alleen, ik kan er soms niks aan doen. Maar het bijvoorbeeld vorige week bij die testen ook. En dan voel je je zo vreselijk dat je dat doet. En ik had ook geen zakdoekjes bij me. En toen had ik dus pauze. En toen ging ik toevallig even naar beneden. Ik moest even een appje beantwoorden. Mijn moeder die had geappt. En toen stond degene te wachten die altijd met me meegaan ging. Van, toen zei ik van ja, ik heb steeds zo'n loopneus. Gelukkig had zij wel papieren zakdoekjes bij. Dus kon ik even een zakdoekje meenemen. Dus ja, dat was wel even prettig, maar dat speelt wel een beetje. Gisteravond lekker televisie gekeken. Ik moet wel zeggen, ik val een beetje in een zwart gat op zondagavond qua televisie. Dan kijk ik Alberto Stegenman. Nou ja, het is om 8 uur. Dat was vroeger altijd om 9:30. Dus ik vind het ook een beetje een vreemd tijdstip. Maar het was wel weer super interessant. Maar daarna heb je eigenlijk niks. Want ja, je hebt wel iets met het beste of het mooiste liedje. Ik heb een stukje gekeken, maar het duurt me te lang. Het duurt 1,5 uur. Dus vind ik gewoon net lang zat. Toen heb ik daarna even een stukje van 1 tegen 100 gekeken. Dat vond ik wel heel knap. Die man die had ze uiteindelijk alle 100 weggespeeld. Het was wel heel knap, want die had 1 vraag. Die wist hij echt niet. Hij had ook geen escapes meer. Dus dat was echt puur een gok, maar het was hem gelukt. En die man die over was, zeg maar, in het publiek, die had het fout. Dus ja... Dat eigenlijk. Ik had Keizersvrouwen opgenomen. Dat was een nieuwe serie op Nederland 3. Dat gaat een beetje over escorts. Maar ook over de drugswereld. Wel heel veel bekende namen erin moet ik zeggen. Ik zit even ondertussen met mijn moeder dus te beantwoorden. En zoals Thijs Reumer die zat erin. Dracon Bakema heb ik gezien. Nou ja, dat is misschien niet een hele bekende naam, maar die ken ik van vroeger uit de film Loverboy. Oh. En die zit nu toevallig ook in Flik Rotterdam. Speelt hij een leider van een secte. En nog een paar namen, die ben ik even kwijt. Matteo van der Grijn zat erin. Die kun je kennen uit DNA. Carina Smulders, die heeft ook gezeten in Nieuwe Buren. En nog een naam, die stond wel als bekend aangeschreven, maar die ken ik niet. En het bijzondere was dat Emanuele Gennifers erin zat. Dus je kunt wel zien dat het al best wel een tijd geleden is opgenomen natuurlijk, omdat hij momenteel niet aan het acteren is. Dus ja, dat was eigenlijk, het was wel, je moet even inkomen, maar ik vond het op zich wel een goede serie. Ik heb wel zoiets van, ik ga volgende week weer kijken, absoluut. Ja, en daarna gewoon een beetje weer mijn eigen dingen, weer een aflevering van Glee. Moet wel heel erg inkomen, want ik merk wel dat het eigenlijk meer, toch, ik denk dat het meer voor jongeren is misschien. Maar omdat ik zo in een zwart gat zit, ook qua Netflix, omdat ik gewoon echt naar Jane the Virgin... Het gewoon echt even niet meer wist. Maar ik vind het op zich wel leuk om te kijken. Ondanks dat het al best wel oud is. Want ik vond de muziek van Glee vind ik op zich ook wel leuk, die covers.
Ik heb foto's bewerkt en dat was het dan ook. Ik ga nu even stofzuigen. Ik denk dat ik creatief ga zijn vanmiddag. Het is alleen een beetje vervelend, want ik wil eigenlijk zo graag boven zitten aan mijn werkplekje. Maar het is zo koud, want het is hier beneden al zo koud. Wil ik zeggen, ik heb de verwarming nog niet aan. Dat doe ik straks echt wel. Maar ik wil niet al te vroeg stoken. Want ja, je bent wel de hele dag thuis. En ik weet wel dat je niet in de kou moet gaan zitten. Maar dan gaat je energierekening ook niet leuk vinden als je de hele dag gaat stoken. Dus dat gaan we niet doen. Maar ik ga nu eerst maar even stofzuigen. En dan gaan we even kijken waar ik jullie bij kan zetten. Zo, ik heb net alles weer even opgeruimd. Ik ben even heerlijk creatief bezig geweest. Dat was echt heel fijn. Alleen, ik baal er zo ontzettend van dat ik niet op mijn werkplek kan zitten. Ik vind het zo na, want ik ben zo blij met die werkplek. En ja, continu zit ik weer hier, omdat het boven zo koud is. Toen dacht ik, misschien hebben jullie nog een tip voor mij hoe ik boven ook warmte kan creëren. Dat als ik daar wil zitten, dat ik in ieder geval even wat warmte heb. Ik had het er ook al met mijn moeder over gehad. En die zei, ja, als je alle deuren openzet, bij haar thuis gaat de warmte dan naar boven. Ik zeg, ja mama, maar bij mij gaat dat dus niet. Want dat is een te grote ruimte, zeg maar. En ik vind het ook heel logisch, een zolder hoeft normaal ook helemaal niet een verwarming te bevatten. Tenzij je natuurlijk zelf een slaapkamer daar hebt gemaakt en er daadwerkelijk iemand moet slapen, kan ik me voorstellen dat je ook een verwarming daar plaatst. Nou ja, deze kamer hoort er officieel natuurlijk ook helemaal niet, want die hebben mensen zelf gemaakt. Waar ik ontzettend blij mee ben, absoluut. Alleen nu is het nog even iets verzinnen, waardoor ik toch daar een soort van warmtebronnetje heb. Dat ik daar ook lekker kan zitten, dat het gewoon lekker warm is. Dus mochten jullie nog tips hebben, ik sta er open voor. Mocht je ze willen delen, mocht je een goed idee hebben, laat het even weten in de comments. Net wat ik zeg, ik ben wel lekker bezig geweest, maar ik zou het liefst op mijn werkplekje doen. Dan heb ik alles bij elkaar en dan kan ik gewoon lekker mijn stempeltjes pakken, mijn pennen. Ja, dat is gewoon veel fijner. Ik ga nu even lekker chillen. Ik heb wel eventjes weer mijn legging aangetrokken, want ik had een rokje aan en er kwam net van dat vleessap op van de katten. Dus die heb ik alweer in de was gemikt. Dat vind ik zo vies. Vanavond kijk ik gewoon Goede Tijden. Je hebt de soap van Nienke Plas die ik ga kijken. En mijn eigen series weer. En ik moet ook nog een artikel schrijven. Dus dat wordt een beetje mijn avond. Op zich wel lekker relaxed. Dus niet heel bijzonder. Ik denk nog even lekker een spelletje doen op de iPad. Want ik ben weer helemaal into Heyday. En dat gaat echt lekker. En ja, vind ik ook gewoon lekker relaxed. Straks even koken en lekker douchen. Maar nu ga ik nog even lekker relaxen. Dus ik zou zeggen dan bij deze tot morgen. Een hele goede middag. Het is dinsdag. Het is 12 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een beetje last van mijn buik en waar het door komt. Ik heb geen idee. Ik heb eigenlijk geen kinderen aan de deur gehad voor Sint Maarten. Dus bij mij in de buurt was het niet echt een ding. Dus nou ja, scheelt weer. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb een artikel geschreven en ik heb een programma gezien. Ik ga even opzoeken hoe het heet, want ik kan het wel uitleggen. Maar als je geen titel hebt, dan ja, kun je er ook niks mee. Ik ga even kijken hoor, in de tv-gids. Dit is natuurlijk super lang. Vaak wordt het 's middags ook nog herhaald.
Dus dan heb je kans dat ik niet zo heel ver hoef te zoeken. TV-gids. Ja, dat heet Voor Hetzelfde Geld. Het is een programma met Natasja Vroger. En dat zijn mensen die willen eigenlijk heel graag een huis kopen. Ik weet niet of het altijd om Amsterdam draait. Gisteren was dat wel zo. Die mensen die wonen in Amsterdam. Dus die wilden eigenlijk wel wat vrijer wonen. Alleen, ja, het stond erom bekend dat Amsterdam gewoon best wel duur is. Natuurlijk in de huizenprijzen. En ze hadden dan een budget. Volgens mij hadden ze een budget van ruim 50 of zo. En dan gaat dat programma gaat voor hun drie huizen zoeken. Wat bij hun budget past en wat dus eigenlijk volwaardig is. En in dit geval mochten ze dus dan drie huizen ook gaan bekijken. En hadden ze, ze mogen ook hun wensen doorgeven. En in dit geval was het voor die man bijvoorbeeld heel belangrijk dat hij vond, hij wilde maximaal een uur naar zijn werk heen en weer. Ik zit weer een beetje met het licht. Hij kon zijn baan niet zo makkelijk opgeven. En die vrouw die had zoiets van, ik kan overal wel een baan vinden. Ze ging drie huizen bekijken. Het eerste huis was echt een heel leuk huis ook. Het was 30 minuten rijden voor die man, zeg maar. Het tweede huis was 20 minuten rijden. Maar het derde huis was een uur rijden. Maar ja, dat huis had wel hun voorkeur. Dus gaan ze een beetje proefwonen in dat huis. En dan gaan ze kijken of ze eventueel een bod willen uitbrengen. En dat hadden ze dus gedaan. En ze hadden dat huis dus ook gewoon gekregen. Want het bod was geaccepteerd. Het is best wel interessant. Ik vind het altijd wel leuk om te zien als ze op huizenjacht gaan. En zoals tv-maker, dat vond ik altijd heel erg leuk. En dat programma met Martijn Krabbe, dat had je volgens mij begin dit jaar ergens. Vond ik ook heel leuk. Alleen ben ik even de naam van kwijt. Maar ja, ik vond het wel leuk, vind het wel een leuk programma. En daarna heb ik de soap van Nienke Plas gekeken. En verder is eigenlijk ben ik gewoon weer met Klee verder gegaan. En Rex heb ik gekeken. Alleen dat was ik wel een beetje. Ik ben dus iemand, als ik in een serie begin, dan vind ik het heel interessant. Oh, dit zit echt niet lekker, maar hoe kan ik het een beetje. Ja. Oké. Ik vind het dus interessant als ik een serie begin, dan ga ik dus kijken. Dan vind ik het leuk om wat achtergrondinformatie op te zoeken. En in dit geval wilde ik dat eigenlijk van het weekend al doen, dan had ik niet meer aan gedacht. Ik lag gisteren in bed, ik denk, oh, ik ga nu toch eens even kijken. Dan ga ik naar Wikipedia, hè, dan ga ik zoeken. Toen kwam ik er eigenlijk per toeval achter dat er gewoon al twee mensen uit die serie zijn overleden. Het is natuurlijk ook een serie van 2009 tot 2015 geweest. Dat stond er ook. Want ze hebben na seizoen 6 besloten ook om te stoppen omdat een van de hoofdpersonen was overleden. Ik zal even de naam opzoeken, want dat praat iets makkelijker. Even kijken hoor. Heb ik het nog staan? Ja. Ik heb Wikipedia ook nog open, dus dat scheelt. De eerste was Corey Montet. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Hij speelt Finn Hudson. En hij was in 2013 is hij al overleden. Naar verluidt in het zelfmoord geweest. Want hij zat aan de drank en drugs. Dat was een combinatie van dat waarschijnlijk. En hij is gevonden in een hotelkamer. En toen ging ik eventjes verder kijken. Toen dacht ik, ja, ik heb dat toen wel gehoord. Ik heb dat toen meegekregen. Alleen ik had zoiets, ja, ik ken Glee niet. Dus ja, verder ook eigenlijk weinig aandacht aan besteed. Niet dat ik het normaal heel erg mijn eigen aantrek hoor. Ik bedoel, ja, als je hoort dat iemand van televisie bijvoorbeeld overlijdt. Ik wou zeggen, overleden is en overlijdt, denk je wel van, nou ja, hè, als je er een beeld mee hebt, dat vond ik bijvoorbeeld een goede acteur of actrice. Maar ja, ik wist het bij deze jongen niet. Hij was ook pas 30, maar ik kende hem verder niet, want ik kende Glee niet. En toen ging ik dus verder kijken en toen kwam ik er ook achter dat Mark Selling ook al is overleden. Hij speelde Noah Puckerman. Hij is wel een beetje een pestkop trouwens in Glee. Maar die heeft dus zelfmoord gepleegd ook. En hij had het in 2017 ook al een keer geprobeerd. In 2018 is hij uiteindelijk overleden. De reden was wat duidelijker. Want er was op zijn computer heel veel kinderporno gevonden. En hij moest ook gewoon echt een paar jaar de gevangenis in. Snap ik sowieso niet. Wat moeten mensen met kinderporno? Ik begrijp dat gewoon niet. Echt niet. Bah. Maar goed, dat terzijde. Maar die heeft zichzelf dus ook van het leven beroofd. Volgens mij had hij zichzelf opgehangen wat er stond. En dicht bij zijn huis, zoiets.
Die was 35 en dat was wat recenter. En dat heb ik dus niet meegekregen. Maar ik dacht, ja, je kijkt dan wel weer toch wel weer anders tegen mensen aan. Van, nou, oké, best wel apart. Ik was er, ja, niet echt van, ja, een klein beetje dat ik dacht van, jeetje, wat jong nog en hoe dan. Maar ja, goed, zo gaan sommige dingen. Ik ben heel erg verkouden, maar dat komt omdat ik nu mijn allergiepilletje, die is op. Die ga ik morgen weer ophalen. Want die heb ik nu even niet. Die heb ik sinds gisteren niet. En dan merk ik het gelijk dat mijn neus dichter gaat zitten. En ik heb gelijk een soort van afkikverschijnselen. Ja, dat klinkt heel dramatisch, maar zo noem ik dat meestal. Maar dan merk ik gelijk dat op mijn lichaam, zeg maar, effect heeft dat ik dat pilletje niet heb. Morgen heb ik hem weer. Ik heb verder ook niet heel erg lekker geslapen, want ik ging van de ene droom naar de andere droom. Het waren niet hele leuke dromen en ik dacht nog van ja, ik had echt een tijdje dat die dromen van het wel hielp. Alleen het kan ook tussen morgen zitten, dus dat weet ik gewoon niet. Ik ben eigenlijk niet echt bijgelovig, dus nou ja, goed, het staat sowieso wel leuk. Had ik nog meer? Er was iets wat ik nog wilde zeggen, maar ik ben het even kwijt. Het irritant is dat, joh. Wat wou ik zeggen? Ik weet het niet meer. Nee. Ik ga nu in ieder geval de dingen doen. Ik moet de kattenbak doen, het konijnenhok en de douche in de gang. Dus het is weer de week van de grote schoonmaak. Zoals te zien heb je niet zo heel top geslapen. Moet je de grote schoonmaak doen. En heb ik ook nog last van mijn buik. Dus dat is ook niet prettig. Maar ja. Hey. Life goes on. Dus ja, we moeten het ermee doen. Dus ja, daar zit ik gewoon in mijn hoofd heel erg te bedenken van wat wilde ik jullie zeggen. Maar ik weet het gewoon echt niet meer. Als ik het nog opkom, dan zal ik het zeker nog doen. Maar ik weet het nu gewoon eventjes. Oh ja, ik weet het alweer. Hey. Ik heb morgen weer een afspraak. Dus ik had eventjes degene geappt die altijd met me meegaat. De testen zijn nu voorbij, maar ik heb nu weer gewoon gesprekken. En ik dacht eventjes, volgens mij was het 11 uur, maar dat wilde ik toch even zeker weten. Maar ik had gelijk, het was 11 uur. Dat vind ik toch wel prettig om dan te weten dat ik niet bijvoorbeeld een uur te laat of een uur te vroeg uit mijn bed kom. We willen toch wel even langer slapen als het kan. Dus dat was even goed om te weten. Dus, nu ga ik aan de gang en ik ga jullie erbij zitten. Yes, I'm done. Ik heb alles klaar. De douche is klaar, de gang is klaar. Ik heb net nog even de bakjes van de katten en van Bunny afgewassen. Ze hebben weer schone eten- en drinkbakjes. Vind ik ook altijd heel belangrijk om dat bij te houden. Want ja, we bakken zelf tenslotte ook elke dag een schoon glas met drinken. Dus dat heb ik ze net lekker gegeven. Ze hebben allemaal weer een schone bak, dus ik ben wel weer heel tevreden. Ik moet er intussen door wel even een keer mijn kaartje leeg, want die zat alweer vol. Ik voel me altijd heel lekker voldaan. Ik heb de bonen net afgehaald, dus ik ben helemaal klaar. Vanavond kijk ik Paleis voor een prikje in een huis vol kinderen en GTST. Utopia. En ik moet foto's bewerken en misschien alvast een stukje beginnen met de vlog. Maar dan moet ik even kijken hoe ver ik daarmee kom. Ik ga bij deze dan ook gewoon de weekvlog afsluiten. Ik ga nog even lekker chillen. Straks even een kuppensoepje, douchen, eten. Gewoon mijn alledaagse dingetjes.
Maar voor nu vind ik het wel goed. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je natuurlijk gratis abonneren. Roep het rondje met mijn gezicht te drukken. En ook even op mijn kanaal zelf kan dat. Dan kun je gewoon op het abonneerknopje drukken. En dan kan je ook even het belletje aanzetten. Want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video verschijnt. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Zou ik heel leuk vinden. En ik bedoel het niet bedelend trouwens. Want ik hoor dat sommige mensen vinden dit een bedel. Ding, maar zo bedoel ik het totaal niet. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond en dan hoop ik je bij een volgende video hier te zien. Doeg!